De zeven Chablis wijnen. Oké, dan. En hoeveel wijntjes zijn dat, flesjes? Volgens mij zit in die witte doos 3. En in die andere, zij heeft het erop. Ik kan hier strontlazerus worden als je wil. Maar goed, dat gaan wij niet doen. We hebben net espresso gedronken. En we gaan nu nog even een stukje wandelen. Wat zie, kan je daar allemaal zien in het trouwens vertellen? Oké, man, dus moet ik eerst mijn bril even opzetten. Ja. Dit is. Nou, Ineke, het ziet er allemaal erg interessant uit. Ja. Leg eens uit. Ik zie trouwens ook champagne hier. Ja. Mouet en Chandon. Maar waar zijn we? Dat wil ik eigenlijk... Chablis. Een wijnhuis. Museum. Oh, ik zit helemaal naast de firma. Ja. Ja. Als jij het beter kan vertellen. Nee, moet je ik kan het niet beter vertellen, Ineke. Dus, dit zijn in ieder geval allemaal werktuigen voor het maken van wijn. Wat ze vroeger gebruikten, denk ik, toch? Ja, nu niet nee, meer? Nu niet meer. Nee, dat gaat nu allemaal niet meer zo met de hand. Een pressoir, een persmachine. En daar werden de kurken mee ingedaan vroeger. Maar dat gebeurt ook allemaal marginaal nu. Ja. Dan gaan we naar boven. Moeten we zo een rondje lopen. 350 liter. 228 liter. En 132 liter. En nu heb ik geleerd hoe ze heten, maar ik kan je het nu even niet vertellen. Ja, hier staat op Muit, maar dat is Frans. Pièce Bourguignon. Maar ze hebben nog een andere titel, ook die wijnvaten. Een hoop spullen. Nou. Oh. Een wijnfilter of ja, een wijnfilter. Chablis Premier Cru. Waar was die andere? Oh, dat kan ik nou even niet meer zien. Chablis Grand Cru. Premier Cru. Chablis. En dat was ook alweer de Chablis, Petit Chablis. De zeven Chablis wijnen. De sept merveilles de Chablis. Leg eens uit, Ineke. Nou, we zijn net bij de museum geweest van Chablis en hebben we een klein wijnproeverijtje gedaan. En nou, dat is het resultaat. Oké, dan. En hoeveel wijntjes zijn dat, flesjes? Volgens mij zit in die witte doos 3. En in die andere, zij heeft het erop gezet volgens mij. Ja, maar er staat bij 1. Er staat 1. Oh, oké. 1, 2, 3, 4... 5. Dus 8 flesjes. Bijna net zo duur als mijn bekeuring vorig jaar in Spanje. Uiteindelijk wel, ja. Ja. En als iemand nog weet hoeveel dat was. Ja, dan. Hieronder in de reacties. Maar goed, het is niet zo interessant om te weten wat het kost. Het is wel nee. Dat het hele lekker is. Kijk eens. Oh ja. Als souvenir of. Ja. Als hebben we cadeau gekregen. Naar wijnproeverij. Ja, leuk. Ja, was erg leuk. Ja, heel gezellig. En lekker. En lekker, zeker. Was echt maar we gaan deze nog niet drinken. Nee. We gaan... Ja, Paul, we gaan jouw wijn drinken. Ja, Haags bij wijndomein. De biefstuk. Bij de biefstuk. Ja. De Rondo 2020. Pinot Noir, geloof ik, als ik het goed heb onthouden.
Maar dat gaan we wel proeven. Ja. En alvast bedankt Paul en Alice voor deze heerlijke wijn. Ja. We zijn er heel blij mee. Maar we laten deze nog even in de doos. Maar die gaan we wel onthullen. Wat we nog meer gaan onthullen, Ineke. Oh, we hebben een ongelukje gehad vanmiddag. We hebben een ongelukje gehad vanmiddag. Dat sowieso. Ja. Oh, ik moest de bocht iets te scherp nemen. Ja, en toen vloog de hele middelste laad. De hele middelste laad eruit. Hij zat op slot. Ja, maar die zijn we dus nu kwijt. Die is helemaal kadoekie. Die vloog er helemaal uit, kadoek, kapot. Dus. Noorderzon. Noorderzon. We moeten nog weer even wat laten repareren. Of dan moeten we wat nieuws in. Maar ja, we sturen nog wel even een mailtje. Het is niet anders. Nee. Zo, terwijl Ineke de kattenpis van de kruk afspoelt, film ik vast de druifjes die voor de of bij de camperplaats staan. Ik kan deze niet zo goed zien, want daar zitten al. Oh ja, daar zitten, kijk, kan je heel goed zien. Er zitten al druifjes op. Nog heel klein. Maar ze zijn er wel. Dit is dus de Bourgogne. Het is wel een heel liefelijk dorpje, of niet? Ja, zeker wel, ja. Sint-Nicolaas. Ja. De Serein, nog steeds in Chablis. Dat zijn we trouwens nog tot morgen. En ja, als je hier de wijnhuizen moest tellen, dan raak je de tel kwijt, want dat zijn er honderden. Ja, want ik zei, als je hier Chablis zegt, dan is alles weg. Maar het zijn heel veel wijnhuizen waar je kan proeven ook trouwens. Je kan niet strontlazers worden als je wil. Maar goed, dat gaan wij niet doen. We hebben net espresso gedronken en we gaan nu nog even een stukje wandelen. En dan gaan we weer naar de volgende camperplaats. Het is een stukje noordelijker weer. We gaan toch weer een beetje terug naar Nederland. En we hebben hier het hartstikke fijn gehad. Lekkere wijntjes gekocht. Waar wachten we op, Ineke? Nou, er staat daar bij de grijs water, bij de verzorgingsding, staat een grote camper. Daar moeten we even op wachten, want we moeten ook wat water kwijt. Ook wat water kwijt. Grijs waterloze. We hebben nog twee balletjes water. Wat zie, kan je daar allemaal zien, Ineke, trouwens? Vertel eens. Oh, anders moet ik eerst mijn bril even opzetten. Ja. Dit is schoon water. We hebben twee balletjes, dus 25 liter. Ja, vuil water hebben we niks. Dus minder dan 25 liter. Dit is de huishoudaccu. Ja. En dit is de gewone accu van de Fiat. Fiat. Ja. Nou, dat dus. Hier is de kachel. De sensor voor de verwarming. Die hebben we zelf opgehangen. Dat is, kunnen we zien hoeveel graden het hier binnen is. Hier de luchtvochtigheid. Nou ja, dat is de tijd en de datum. Dat is niet zo. Maar die kloppen niet. Nee, die kloppen niet. Ja. Dat. En dan de foto's. Fotootjes. Ja. De kinderen. Ja. En dit is de afstandsbediening van de Maxfin. De Maxfin. En die zit daar. Boven ons bed. Daar. En dat vindt vooral jij prettig. Ja, jij niet. Ik wel. Maar hij is het meestal te koud. Maar goed. We zijn klaar voor vertrek. Ja. Ineke heeft de slaapkamer weer helemaal op orde. Het slaapgedeelte. Het toilet is helemaal op orde. Leeg. Alle kastjes zijn dicht. Die missende la. Die wordt gerepareerd bij Noorderzon. Ja. Ja. 10 juli pas geloof ik. Of ergens daar. Nee, ik weet het nog niet. Ik heb tegen gestaan, maar ik weet het niet meer. Oké. En dan gaan we nu naar Heiderscheid. Heiderscheid.
Fousekool. 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 Dat is het. De Fousekool. Ja. In Heider Scheid. Staat hier de nummertje op? Blijven we één nachtje? Ja, daar staat de code op. Nee, staat er niet op. Het andere draadje. Dan heb ik die in mijn portemonnee zitten. En dan blijven we één nachtje en dan gaan we naar Oorschot, zoals het nu naar uitziet. En dan zijn we weer in Nederland. En dan zijn we weer in Nederland. En ik zag dat het regenen ging ophouden in Nederland. Dus. Oh, dat komt mooi uit, want ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, we hebben de hele Frankrijk-tijd toch wel regen gehad. Ja, veel regen gehad. Ja. Oké. Okay. We gaan kijken of die camper al weg is. Nou, dan gaan we. Eén nachtje hier gestaan. Oeh, we staan onder de bomen. €8. Alles erop in de, stroom en zo. En nu gaan we weer verder. Even kijken of ik ook weer mee mag dit keer. Op naar Luxemburg. Goedemorgen Orno. Goedemorgen Ineke en kijkers van ons YouTube kanaal. Ja. Welkom weer. Waar rijden we nu? We rijden in Frankrijk nog. We rijden richting Metz, daar zijn we vlakbij. Over de A4. We hebben net het tolpoortje weer gehad. Ja, dus... om te betalen, niet om erop te komen. Want nee. Daar... Nee, dus... en nu gaan we de eerstvolgende parkeerplek en gaan we even een kopje koffie drinken. Ja, dat zegt Ineke. Ja, heb ik zin in. Oké, nou dan moeten we dat maar doen, hè. Ja, het weer is niet echt best. Nee. Het is niet echt koud, maar... Nou, te zeggen woepie. Ook niet, hè? Nee. Oké. Nee, woepie zeker niet. Geen woepie weer. Geen woepie weer. Oké. Nou, een kopje koffie en een lekker koekje. Zijn we weer onderweg? Twee koekjes. Oh, niet koekjes. Verder vertellen. Nee. Volgens jou zijn we al in Luxemburg? Volgens mij wel, ja. Aan de borden te zien ook. Ja, dat is zo. Een stille overgang dus. Ja. We moeten nog 56 kilometer, 51 minuten, zag ik, ja. Nou, dat dan. Dat dan, misschien dat we nog even gaan tanken, maar dat weet ik niet. We kunnen ook morgen doen. We zien het wel. Nou, zijn we bijna bij de overnachtingsplek. Ja. In Heider Scheid. In Heider Scheid. Ja. Die hebben we al een paar keer gestaan, dat is goed voor één nachtje. Ja. Dus, Fusakau. Ja. Het weer is nog niet echt. Je van het? Hebben we hier nu twee keer gestaan? Ja. Elke keer. Ja, elke keer regende het. Maya, is het hier? Afslaan, daarna bestemming bereiken. Oh ja. Nee, dat kan niet. Ik moet nog iets verder. Wat ga je nou doen? Oh, we komen... Ik begrijp het al. Ik dacht even dat we naar de andere kant moesten. Nee, ik weet het. Plekje 18 is niet even kijken. Dit is 16. Nee, 17 of 19. Ja, ook goed. Oké, we zijn er. Nou, gaan we weer. Overnachtingsplek in Luxemburg. Het zonnetje schijnt, het heeft heel hard geregend vannacht. En vandaag gaan we Nederland weer in. Vijf maanden.
alweer verlaten. Ja. België in. Ja, zullen de wegen een stuk slechter worden? Ja. Hier staat het bord rechts. Dus. Nou, hallo, ja, België. Wacht in, gaan we wel.